De heer Westhoff, die sinds oktober 1974 bij Spronze in dienst was als chauffeur voor internationaal vrachtvervoer, is op zaterdag 1 mei 1982 met de door hem bestuurde vrachtauto aangekomen bij het bedrijf van Spronze te Monster. De heer Westhoff begon zijn tocht in Kruiningen, waar hij met de auto naartoe was gereden. De auto bleef staan in Kruiningen, waarop de heer Westhoff doorreed met de vrachtwagen. De heer Westhoff meende dat was afgesproken dat hij bij aankomst in Monster door iemand van de zaak per auto terug naar Kuiningen zou worden gebracht. Ervan uitgaande dat die afspraak niet was nagekomen, heeft hij op een rustige toon tegen de toen op het bedrijf in Monster aanwezige medewerker gezegd: Ik heb al een hele tijd genoeg van deze baan. Ik hak de knoop nu maar eens door. Ik neem ontslag. Vervolgens kwam de heer Westhoff op maandag 3 mei gewoon weer op zijn werk, maar volgens Spronze had hij ontslag genomen. In een aangetekende brief van maandag 3 mei heeft Spronze vervolgens aan de heer Westhoff onder meer geschreven: Kennelijk stelt u geen prijs meer op het dienstverband en wij beschouwen dit dan ook met ingang van 3 mei 1982 als beëindigd. De heer Westhoff heeft doorbetaling van loon vanaf 3 mei 1982 gevorderd met een beroep op het voortduren van de dienstbetrekking sedert die datum. Spronze wierp tegen dat de heer Westhoff op 1 mei 1982 zelf ontslag had genomen welke stelling door de heer Westhoff werd bestreden. Heeft de werkgever een onderzoeksplicht ter zake van de werkelijke bedoelingen van de mededelingen of gedragingen van haar werknemer waaruit zij een ontslagneming heeft menen te mogen afleiden? Mag een werkgever de werknemer aan een eenzijdige ontslagneming houden indien er aan zijn zijde geen sprake is van nadeel?